Strengere beveiliging Amerikanen na dood Bin Laden. Haagse juwelier overvallen. En Reeuwijkse disco moet dicht. Maandag 2 mei, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. De gewelddadige dood van Osama Bin Laden was vandaag het gesprek van de dag. De terroristenleider van de Taliban wordt verantwoordelijk geacht voor de aanval op de Twin Towers in New York. Een Amerikaanse eenheid lichtte hem vannacht in Pakistan van zijn bed en daarbij kwam hij om het leven. En in Den Haag staat onze verslaggever Hans Otte. Hans, veel besproken vandaag de dood van Bin Laden. Wat vindt men er op straat van? Nou ja, mensen die vinden het sowieso het grootste nieuws. Dat heb ik echt gevraagd op de Haagse Markt hier. Wat was het grootste nieuws vandaag? Bin Laden dus. Maar je merkt toch ook wel dat mensen bang zijn. Bang voor de consequenties die het heeft. Als nu eenmaal toch misschien de geest uit de fles is. Het nieuws van de dag is dat Bin Laden overleden is. Osama Bin Laden dood. Osama Bin Laden, hè? Ja. Bin Laden, ja, is een gevaarlijke man. Dat is alles, hè? Sorry. Bin Laden, hè? Is het goed nieuws of slecht nieuws? Ja, ik denk allebei de kanten. Goed en slecht, ja. Wie weet wat we nog meer krijgen nou, hè? Ze denken de grote man te pakken, maar ik heb echt zoiets van... Hij heeft het allemaal al lang geregeld en er is al lang weer een nieuwe. Die nu... Ja, ik ben daar wel bang voor. Maar het gaat naar Amerika, niet hier. Nou, hier, ik denk het niet zozeer. Alhoewel, ja, meestal zijn er nog wel groeperen hier die nog wel de islambeweging nog wel ondersteunen. Dus ik moet even kijken hoe dat uit gaat pakken hier. Is het goed voor ons dat hij nu dood is? Ja, is goed. Is goed. Je moet maar niet mensen doodmaken. Ja, is goed. Ja, Hans, je zei het net al, er wordt gevreesd voor eventuele wraakacties, maar wereldwijd wordt daar ook over gesproken. In Den Haag staat bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade. Is men daar ook bezorgd? Nou, je ziet niet zozeer dat er heel veel meer bewaking bij de ambassade is. We zijn er even langs gereden vanmiddag. Maar je merkt wel dat iedereen zich wat zenuwachtiger maakt. En ik heb het ook gevraagd aan burgemeester Van Aartsen, natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in Den Haag. En hij zegt toch ook al dat zeker nu, ook al is nu Bin Laden opgepakt, het met de terrorismebedreiging voorlopig nog niet voorbij is, toch? Nee, helaas niet. Het is belangrijk voor de Amerikanen en vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers van 11 september. Maar de wereld is niet veranderd door de dood van Bin Laden. Merkt u dat ook in uw stad Den Haag nu vandaag? Nou, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Uiteraard heb ik vanochtend ook met de politiële autoriteiten het in de stad gehad over de vraag, wat doen we nu? Uiteraard doen we wat extra's. Maar de dreiging die er al sinds 11 september 2001 was en is, die is vandaag niet weg. Maar is die ook groter geworden? Ik zou zeggen, Bin Laden had waarschijnlijk niet zoveel meer te vertellen. Al-Qaeda is zeer vertakt, zeer groot. Mensen die slechte dingen en terroristische daden in de zin hebben, zullen die op de dag van vandaag nog steeds hebben. En eigenlijk geldt voor burgemeester Van Aartsen, er is geen grotere terreurdreiging, er is nog steeds een grote terreurdreiging. Dankjewel, Hans Otte in Den Haag. Straks, een van de bekendste discotheken in het Groene Hart moet dicht vanwege overlast. Een juwelier in de Wagenstraat in Den Haag is vanmorgen overvallen. De twee overvallers bedreigden de juwelier met een wapen en gingen er vandoor met een aantal sieraden. Volgens ooggetuigen zou het om twee mannen van rond de 30 gaan, die de hele ochtend in een café aan de overkant van de juwelier zaten te wachten. KPN neemt het bedrijf Kaiway over. Kaiway levert onder andere breedband, internet en televisie over de kabel. Het bedrijf heeft ongeveer 158.000 klanten in onder andere Westland, Midden-Delfland en Gouda. Kaiway zal onder eigen naam blijven opereren. En de overname moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Oud-wethouder en VVD'er Frits Hoefnagel verlaat de gemeenteraad van Den Haag. De 42-jarige liberaal wil 18 mei uit de lokale politiek stappen, zodat hij meer tijd kan steken in zijn onlangs opgerichte adviesbedrijf. En dat houdt zich bezig met communicatie en het promoten van steden.
De gemeente Alphen aan de Rijn heeft de noodverordening in de straat van Tristan van der Vlis opgeheven. De Wederikstraat waar Tristan woonde was zonder toestemming van de politie verboden gebied. De 24-jarige Alphenaar schoot op zaterdag 9 april 6 mensen en zichzelf dood in winkelcentrum De Ridderhof. City Life, een van de bekendste discotheken in het Groene Hart, moet dicht. Omwonenden klagen al jaren dat de jongeren die de disco bezoeken te veel overlast veroorzaken. De eigenaar Jos Verkleij begrijpt de klachten en is ook lang op zoek naar een andere locatie. Hij hoopt nu dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hem nu even de tijd geeft om die te vinden. Het is rustig vandaag in Reeuwijk-Dorp. Heel erg rustig. Maar dat is afgelopen in het weekend. Dan komt de jeugd uit de omgeving naar Disco City Life om feest te vieren. En ondanks een flink aantal maatregelen gaat dat volgens omwonenden te vaak niet goed. Nou, ik woon zelf niet hier op het dorp, nee. Maar mijn moeder wel. Die hoort wel inderdaad regelmatig herrie 's nachts. En hoe ernstig is dat dan? Nou, wel overlast, dat ze er wakker van wordt. Ja, de laatste keer hebben ze ook bekeuring gehad van dat ze daar aan het plassen waren, die mannen. Waar waren ze aan het plassen? Op een stoepje van de kerk. Daarnaast zou de disco in geval van nood slecht te bereiken zijn voor hulpdiensten. Het familiebedrijf City Life zou daarom op korte termijn moeten sluiten. Dat moet u aan het hart gaan, dat er nu zo meteen gesproken wordt over dat u hier eens weg zou moeten. Ja, dat gaat me zeker aan het hart als u al meer dan 30 jaar op deze locatie zit. En nu opeens plotseling hiermee geconfronteerd wordt. Op straat in Reeuwijk wil een voorvechter van sluiting niet voor de camera. En jongeren zijn er al helemaal niet te vinden. Moet die dicht? Ja, dat is weer een ander iets natuurlijk. Er is natuurlijk wel behoefte aan, hè, bij de jongeren, om uit te gaan. En dus... dicht, dat is daar ook weer zo wat. Nou, dat is geen drama, want dan gaan ze gewoon ergens anders heen. Maar ik kan me voorstellen dat voor hier uit de omgeving dat het heel vervelend is. Want er maken veel jongeren gebruik van? Ja, heel veel. Het is een maatschappelijk probleem die niet alleen rond ons bedrijf groeit, maar ook een landelijk probleem is. En ik vind niet dat ik aansprakelijk ben van een landelijk probleem. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat we dat gezamenlijk met overheid, politie en alle instanties moeten doen. Paarden, Pieten en Petra's streden zondag tegen elkaar op de jaarlijkse Paarden-Pietendag. Op deze dag nemen studenten diergeneeskunde Renbaan Duindicht in Wassenaar over. Ja, en hoe dat eruit ziet? Hoedjes, heel veel hoedjes. Oké, maar het draait niet alleen om de hoedjes. De Paarden-Pietendag is een serieuze aangelegenheid. 10 studenten diergeneeskunde trainen maandenlang om vandaag als winnaar uit de bus te komen. En dat kan natuurlijk niet zonder supporters. Dan nemen ze meteen ongeveer 800 studenten mee uit Utrecht. Met alle rector magnificus en een hele bijzondere dag. En ze komen ook allemaal in een ouderwetse stijl met jacket en lange jurken en het is één grote happening. Nou, genoeg summertime. Maar waar komt eigenlijk de naam Paarden-Pietendag vandaan? Het is gewoon een erenaam. En het is Paarden-Piet, dat wordt een jongen dan als die wint. En Paarden-Petra, dat is dan de meisje die de koers wint. Maar dat is... ja, één grote happening en voor die, het is eigenlijk onbeschrijfelijk wat die mensen meemaken als ze zo'n koers winnen. Paarden-Petra, dan als ik dat word, dan heb je eigenlijk gewoon wel een soort roem binnen diergeneeskunde. Als het aan mijn paard ligt, dan gaat hij wel winnen. Dus ik moet het zelf nog even waarmaken natuurlijk. Heel goed paard. Ja, helaas voor Martine ging de titel Paarden-Petra aan haar voorbij. De uiteindelijke winnaar is een Paarden-Piet geworden, namelijk de 20-jarige Michael Woldheus uit Zaandam. En dan het weer. Het was wat frisser vandaag, maar we hadden er wel een stralend zonnetje bij. Hoe zal dat morgen zijn? Huub Musee.
Een nieuwe maand, maar voorlopig wel hetzelfde weer. Dat wil zeggen, tot het einde van de week, misschien wel zelfs tot met het weekend, geen neerslag van betekenis. Sterker nog, het blijft waarschijnlijk zelfs helemaal droog. En dat betekent dat niet alleen uw balkonplanten of de tuin water moet hebben, maar inmiddels ook de met name jonge bomen. En ik hoop dan ook dat de gemeentelijke plantsoenendiensten dit signaal ook oppakken. Vanavond en vannacht geen bewolkingen, dus ook geen neerslag, ik zei het al. Wel nog af en toe een vrij krachtige wind, met name langs de kust, windkracht 5 tot 6. Maar in de loop van de nacht gaat die wind wel afnemen. En op beschutte plaatsen kan de temperatuur dan, vooral wat verder landinwaarts, tot dicht bij het vriespunt dalen. En morgen overdag lijkt het weer heel veel op dat van vandaag. Volop zon, een noordoostenwind die iets minder sterk zal zijn dan vandaag. En in de middag zo'n 14, misschien wel 15 graden. Dankjewel, Huub. Tot zover het TV West Nieuws. Meer nieuws hoort u op 89.3 Radio West. En kunt u vinden op onze website. En dat is westonline.nl. En hierna kunt u kijken naar TV West Sport met de belangrijkste sportgebeurtenissen uit onze regio. Maar daarvoor eerst Tis Wat. En vandaag een portret van de patatman van Noordwijkerhout. En die staat al 45 jaar op dezelfde plek. Nog een hele fijne avond.